Heel goeie avond. Over een uurtje wordt Olympisch kampioene Nina Derwaal gehuldigd in haar thuisstad Sint-Truiden. Derwaal pakte afgelopen zondag in Tokio de gouden medaille in het turnen op de brug met ongelijke leggers. Vanmorgen rond 11:00 is ze geland op de luchthaven van Zaventem. Ze werd luid toegejuicht en kon ook haar vriend weer in de armen sluiten. Daar hoort een kusje bij, zoals u ziet. En om 7:00 wordt ze dus in Sint-Truiden verwacht. We hebben met spanning zondag allemaal gekeken. Ik wist niet dat 40 seconden zo lang konden duren. Een prachtig moment voor heel de stad, voor alle Truinaren. En we zijn vooral de hele bevolking ontzettend fier op, wij noemen ze de Gouden Nina. Gouden Nina komt dus naar Sint-Truiden. It's coming home, Jan. Jij bent daar al voor ons in Sint-Truiden. Als ik kijk wat ze daar op de achtergrond allemaal hebben klaarstaan, dan verwachten ze daar veel volk. Ja, ze verwachten hier toch wel wat volk. Op dit moment is er nog weinig tot geen volk. Maar het is natuurlijk ook nog een uur. Hè. De meeste mensen die zitten hier nog op een terrasje te genieten van de zon. Het begint straks om 7:00 met een aantal speeches. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Van de burgemeester, de provinciegouverneur, van de gymfederatie. En dan gaat Nina hier over de grote markt in een open auto gereden worden door het publiek naar het podium. Dat gaat toch wel een kippenvelmoment zijn, denk ik, voor haar. En op het podium zal ze waarschijnlijk eens de menigte toespreken. Zal ze ook overladen worden met cadeaus. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar om 8:00 moet het hier al afgelopen zijn, want Nina die moet nog een helikopter halen. Ze is vanavond te gast bij Karel van Nieuwkerken, van hier tot in Tokio. En ze wordt dus van Sint-Truiden naar Oostende gevlogen, waar ze om 9:00 ten laatste moet zijn, denk ik. En er was al een klein Ninatje op de achtergrond bij jou aan het oefenen om over 15 jaar die gouden medaille te pakken. Dank je wel, Jan vanuit Sint-Truiden. In Wallonië wordt nog altijd met man en macht gewerkt om puin te ruimen na de watersnood. Maar dan nog zal het veel tijd vragen. In Wandre, een dorpje vlakbij de stad Luik, maakt de stank van een afvalberg het leven zo goed als onmogelijk. Dit is de afvalberg van Wandre, vlakbij Luik. Hier wordt al dagenlang tientallen tonnen afval gedumpt. Dag in dag uit, 24/7. De stank is er niet te harde. De buurtbewoners zijn ten einde raad. Notre quartier est touché. Ça pue, on ne sait plus sortir de chez nous, on ferme les fenêtres, les portes. C'est du bruit non-stop. 24/24, c'est bing, bang, les camions, tut. Donc ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de respirer, ça vous empêche de vivre normalement. Ze begrijpen wel dat het gaat om een uitzonderlijke situatie. C'est perturbant parce qu'on se rend bien compte que certaines personnes ont tout perdu, mais c'est déplacé un problème. Het is nu belangrijk dat er een oplossing komt, maar dat lijkt nog niet voor morgen. Je pense qu'il pourrait y avoir des solutions à ce niveau-là. Mais voilà, chacun se renvoie la balle et malheureusement, on est impuissant. C'est un peu David contre Goliath. En de man die verantwoordelijk is voor de opruiming van de afvalberg zegt dat hij de situatie van de buurtbewoners begrijpt, maar dat het nu eenmaal gaat over een uitzonderlijke en vooral een tijdelijke situatie. Nous comprenons parfaitement les riverains et je ne peux que les soutenir dans leur démarche de demander à la région wallonne de trouver des solutions. Maintenant, il faut comprendre aussi que c'est un drame que tout le monde vit et que personne ne pouvait s'attendre à une telle accumulation de déchets. Bij een grote politieactie tegen de illegale productie van sigaretten zijn vanmorgen in ons land 40 mensen gearresteerd. Onder meer in Aartselaar, Eeklo en Tongeren stonden complete productieinstallaties om van ruwe tabak afgewerkte pakketjes sigaretten te maken. Daar en in andere depots, verspreid over het hele land, zijn tientallen miljoenen namaaksigaretten in beslag genomen. De handel is vooral in handen van Oost-Europese criminele bendes. Dit is de grootste operatie die de douane gedaan heeft in gans zijn geschiedenis met betrekking tot illegale productie. Wij zetten 150 douaniers daarvoor in met ondersteuning van de politie om op die 10 sites de productie stil te leggen en tegelijkertijd ook de mensen aan te houden. In Gent zoekt de politie naar een gedetineerde die ontsnapt is uit de gevangenis, de Nieuwe Wandeling. Zijn verdwijning werd vanochtend opgemerkt, maar meer wil het parket voorlopig niet kwijt. Het is dus niet duidelijk om wie het gaat en hoe hij ontsnapt is. De buurt rond de gevangenis werd een tijd lang afgezet en de politie ging met een helikopter en speurhonden op zoek naar de man, voorlopig zonder resultaat.
En 10 bloedstalen van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, vertonen bijzonder hoge PFOS-waarden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het burgercollectief Grondrecht. Alle bloedstalen overschrijden ruim de norm die vastgelegd is door het Europees Voedselagentschap, tot wel honderden keren die norm overschreden. De burgers vragen dringend actie van de overheid. Op de Olympische Spelen in Tokio is de Belgische vrouwenbasketbalploeg uitgeschakeld. België moest in de kwartfinale nipt de duimen leggen voor Japan. Met op het einde van de wedstrijd amper 1 punt verschil op het scorebord spat de Olympische droom van de Belgian Cats uit elkaar. De Cats kennen een hele moeilijke start. Emma Meeseman wordt heel goed afgestopt door de Japanners, die zelf de ene driepunter na de andere maken. Opletten en boom. Wat een tussensprint van Japan. Oh, dit doet pijn. 30-18. Maar nog voor de rust herpakken de Belgen zich. Via Emma Meeseman en een vlot scorende Kim Mesdag. Mesdag, tuurlijk. 12 punten achter, nu 2 voor. De Cats behouden hun voorsprong tot in de laatste minuut van het vierde kwart. Maar dan alweer een driepunter voor de Japanners en 86-85. België heeft dan nog 1 kans om toch de zege nog te pakken. Hier is Kim Mesdag, moet nu shotten. Mesdag shot. Oh, gaat mis. Het is gedaan. Oh, het is... Wij verliezen met 1 punt. België verliest met 1 punt. Nee, dit is een drama. 86-85 voor Japan. België verliest met 1 punt verschil. De Cats sneuvelen eervol, maar net dat doet heel veel pijn. Zeg maar heel veel pijn. Laten we dan maar eens kijken naar de Zevenkamp. Eerste dag daar vandaag. Op dit moment 2 Belgische vrouwen in de top 3. Nafi Tian presteerde goed, maar kon haar persoonlijke records op dag 1 niet breken. Na 4 van de 7 disciplines staat ze op de 3e plaats. En de verrassing van de dag die komt van deze Noorvits. Op 3 van de 4 onderdelen behaalt ze de beste score ooit uit haar carrière. En dat brengt haar naar de 2e plaats in de stand. De Nederlandse Anouk Vetter leidt, maar alles ligt erg dicht bij elkaar. Voilà, c'était pas ma meilleure première journée. Et voilà, comparé aux autres, je suis pas mal. Donc voilà, plus important pour moi maintenant, c'est d'avoir une bonne récup cette nuit. La nuit va être courte. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer au village et pouvoir me reposer. Gewoon proberen blijven verder doen zodat ik sowieso als ik bezig ben, zonder te denken of aan de getalletjes of aan de plaats. En morgen dan zijn die getalletjes belangrijk, want dan is het dag 2 en de laatste dag van die Zevenkamp. Na 1,5 jaar is er vanavond in het pop-up theater van Studio 100 in Puurs weer een voorstelling te zien. Het gaat om de voorstelling van de musical Dance. Die musical ging vorig jaar in februari in première, maar na amper 10 voorstellingen gooide het coronavirus roet in het eten. Vanaf vandaag kunnen ze al die voorstellingen dus gaan inhalen. Hoe ze dat coronaproof houden, dat ziet u bij Wim in het journaal van 7. Fijne avond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.